verschrikkelijk. Ja. Het is verschrikkelijk als je dit je overkomt. Ja. Zo'n jong stel en zo'n toekomst. En dan opeens is alles weg. Je toekomstplannen, alles. Je hele stal, alles is weg. De brand breekt zaterdagavond uit in de stal van de kalveren. 23 dieren overleven de brand niet. Door oplettende omstanders wordt de brand snel ontdekt. Nou, wat ik begrepen heb, is er een buschauffeur van de Connection. Die zag rook uit de stallen komen. Dus die is gaan toeteren. Op dat moment reageerde er niemand. Toen is hij en nog iemand zijn de bus uitgesprongen om de boer te waarschuwen. En de buurman die ernaast stond, die zag dat allemaal en die zag toen ook de rook. En die is toen ook het land ingerend om de stallen open te gooien om de koeien te redden. De familie wil niet voor camera reageren, maar laat weten dat de 85 overlevende koeien het goed maken. Zij zijn ondergebracht in een naastgelegen stal van hun ouders. De hele buurt schoot daarbij te hulp. Iedereen hielp mee en we schoten de weg af. En alle bruggen, iedereen had zijn auto's goed neergezet. Dat de koeien niet andere kant op konden gaan. En zo konden helemaal stoet rustig richting de boerderij van zijn ouders gebracht worden, gelukkig. Ja. Wat doet dit met de buurt? Ja, wel veel. Het was heel heftig om te zien. Zo'n heftige brand. En gelukkig stond de wind goed. Er kwam het huis niet in gevaar. En zijn de mensen ook verder allemaal veilig gebracht. Maar ja, het is wel een heel heftige toestand in de buurt. Bij de brand raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan.